Ja. Simon Janepaap, 84 centimeter. Simon Janepaap, ook wel Jaapje van Zandvoort. In de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem hangt een portretje van de Zandvoorter die rond 1800 optrad op kermissen als de kleinste mens ter wereld. Ja, mijn oma had ook wel een soortgelijk, hoe heet dat, uitdrukking op haar gezicht. Een beetje dat bolle ogen en ja. Wim van der Heijden is een ver familielid van de kleine Simon. En heeft zich lang verdiept in het roemruchte levensverhaal van de kleine man. Die uiteindelijk op tragische wijze om het leven is gekomen. En zijn stoffelijk overschot is tot op de dag van vandaag spoorloos verdwenen. Je hebt tegenwoordig cold cases, maar dat was ook een cold case. In Haarlem en Zandvoort bezoeken we met Wim locaties die wat meer over het bizarre levensverhaal van Simon Paap kunnen vertellen. Zoals het depot van het Frans Hals Museum. Zo. Nou, welkom in het depot. Dank je. Ja. Kijk, ik heb hier een paar dozen. Die gaan we eens even pakken. Ik zal ze eerst even wat neerleggen. En dan gaan we daarna gaan we wat dozen openen. Oké, dit zijn zijn kleren. Oké. En dan hebben we nog één klein doosje. Oké. Nou is dit denk ik een hele interessante. Ter kennismaking hier in het museum. Oké. Kijk. Ja. En dit is een schilderingetje op koper. Ja. 1822, oorlog. Dus, De hofschilder van Willem I. Heel duidelijk ook hoe die er inderdaad uitgezien heeft. Ja. 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 Simon wordt geboren in Zandvoort op 25 mei 1789. Het zijn tijden van oorlog en armoede. Veel Zandvoorters leven van de visserij, maar dat wordt steeds moeilijker en moeilijker. Engeland die wilde geen schepen meer in de Noordzee hebben. En de vader van de kleine Simon was visser en kon op een gegeven moment niet meer vissen. En bedacht zich en dacht van ja, dan ga ik mijn spullen verkopen en ik ga met mijn kleine zoon op de jaarmarkt. En toen ging hij met zijn zoon naar Amsterdam, de kermis daar. En dat bleek wonderwel goed te werken. En daar trad hij op. Zo, kijk. Dat is een jasje. Zo. En wat hebben we hier? Een pillendoosje. Dat is echt een persoonlijk eigendommetje van de man. Nou, we gaan nog verder uitpakken. Het is een slaaphemdje. Dit is ongelooflijk, toch? Ja. Ja. Dat is echt zo klein en zo teer. En dat het bewaard is, dat is toch heel bijzonder. Ja. Het is zo'n klein object. Ik zie dat je er helemaal stil van bent. Ja, heel bijzonder om dit te zien. Ja. Ja, ik wist dat die klein was, maar als je dat dan zo van dichtbij bekijkt, dan wordt het toch allemaal nog weer een beetje echter. Manneke van 75 centimeter. Nou ja, je ziet het aan de kleertjes. Groter is hij niet geweest. Nee. Kinderkleren zijn het, ja. Kinderkleren. Maar waren dit nou kleren die hij in zijn vrije tijd droeg of tijdens zijn optredens op de kermissen? Ik denk dat hij op de kermis toch wat meer uitgedost was, zoals we ook konden zien op het portretje. Maar als wat trad hij nou op? Wat gebeurde er op het podium? Hij speelde wel eens voor Napoleon. En hij deed ook een act en verkleedde hij zich als een hond. Oh. Die heel goed kon kaarten en nodigde die mensen uit. Nou ja, de impresario nodigde dan mensen uit om met hem een spelletje te doen van deze hond die kan. Hij was op een gegeven moment was iets zat om dwerg te zijn. Toen heeft hij wat anders gekozen. Toen werd hij hond. Dat heeft hij even gedaan. Een handgeschreven. Een visitekaartje. Ja, waarop staat hoe lang die was. En bijzonder. Oud, 32 jaar lang,
28, wat zal dat zijn, duim? Geen idee. Zwaar, 27, iets. Ja, pond. Ja? Ja. Moet je toch eens kijken. Wat een klein manneke. Klein kereltje, ja. Ik vind zelf ook zijn kleertjes, de voorwerpen die we van hem hebben, daardoor gaat hij leven voor ons. Ja. En in zulke goede staat allemaal nog, hè? Ja, absoluut. Er is duidelijk, heeft men in de loop van de jaren toch wel zijn best gedaan om dit materiaal met enige zorg te bewaren. Ja. Wat vertelt dat over zo'n persoontje? Ja. Over deze mens die dat leven toen heeft geleid? En het is één set kleren. Ja, hij heeft misschien wel veel meer kleren gehad. Maar dit waren blijkbaar zijn niet-uitvoeringskleren. Dus ja. Hiermee liep hij over straat gewoon. En dat vertelt toch ook wel iets over zijn persoonlijke leven. Ja. Een beetje ingetogen, zwart. Een beetje de kleren van die tijd. Maar heel bijzonder om dit te zien, ja. Ja. Ja, nou ja, goed. We zijn er ook ontzettend blij om dat we het gewoon in huis hebben, ja, nog. Ja, dus, Simon verovert al snel de harten van het publiek op de kermissen in Amsterdam of bijvoorbeeld in Haarlem. Daar, aan de Grote Markt, staat in de kerk op een zuil zijn lengte aangegeven. De getallen wisselen nogal eens, hè? Ja, de ene zegt 58, de andere zegt 76, waarvan ik vanuit ga dat dat het meest accuraat is. En waarom is dat de meest accuraat? Omdat dat namelijk het getal is wat op de grafsteen staat. Zouden ze hem ook hier tegen de muur gemeten hebben toen? Dat betwijfel ik. Ja, het zou kunnen, maar dan heeft hij een hoed op gehad. Zal ik even helpen? Okay. Nou, graag. Oké. Okay. Want dit is dan Kajanus, hè? De langste man van Haarlem. 2,64 meter. Had u wel eens van hem gehoord? Van de zeker. Ja. Ja. Ja, tuurlijk. Dat is het eerste waar ik ook alle kinderen op wijs. Oké, okay. En die vinden dat leuk? Ja, ja, want alle kinderen zijn groter dan hij. Ja, bijzonder. Hè? Ja. Ja, ja. Hij ging ook vaak met zijn vader of met zijn zus mee in de mand, in een vismand. En daar zat hij dan in, dan gingen ze naar Haarlem. Achter op de rug, vis verkopen. En ook een hele hoop mensen denken dat hij hier begraven ligt. Hè? Ja. En dat het een Haarlemmer was, maar het was een zandvoorter. Het was een zandvoorter, ja. Had hij er zelf problemen mee dat hij klein was? Nee, integendeel. Nee, hij werd ook op school net als een gewone leerling behandeld. En hij had een vlotte babbel en kon goed meekomen. Hij was zelfs beter dan zijn klasgenootjes. Maar het manneke lustte ook wel een borreltje. Daar heb ik het over later, hè? Niet nu. Ja. Maar dat hij dus wel eens met een borrel op thuis kwam, tegen de deur aantrapte. En dat ze dan hem maar in het babybedje van zijn zus neerlegde om zijn roes uit te slapen. Oh. Ja, dat soort dingetjes, dat is wel bekend, ja. De kleine Simon wordt zelfs over de grens populair. In Brussel bijvoorbeeld. En met een kermisdelegatie reist hij ook af naar Engeland. En dat blijkt een gouden zet. Want ook daar wordt hij letterlijk en figuurlijk op handen gedragen. En zelfs door de koninklijke familie. In het Zandvoorts Museum is daar het bewijs van te vinden. Ik heb hier de bonbonnière van Simon Paap. Ja, daar heb ik wel eens over gehoord, ja, inderdaad. Nooit gezien? Nee. Die heeft hij ooit gekregen van koningin Victoria van Engeland. Ik weet niet of hij uit handen van de koningin die gekregen heeft, maar in ieder geval wel namens de koningin. Meneer Paap, familie van? Ja, zeker. Echt? Ja, het is een, ik noem het maar achterneef zo ongeveer. Neefje. Of neefje eigenlijk, hè. Ja. Chocolade is al op. Ja, ik zie het. Ja. Dus, heel bijzonder dat dat toch nog bewaard is. Toch nog bewaard gebleven. Ja. Het was een gevierde dwerg, hè? Zoals ze dat in Engeland dan noemen, de Celebrated Dwarf. Yeah. En dat was voor hem natuurlijk geweldig om mee te maken. Hoe kon dat de koninklijke familie daar met hem liep te pronken? Men vond het geweldig. Het feit dat hij intelligent was en goed Engels kon praten en zich toch gewoon als een normaal mens kon... kon uitdrukken. Hoe stelt u zich hem voor als persoon? Stel hij zou hier binnenkomen lopen. Wat ik ervan weet is dat het toch wel een bemiddelijk ventje was.
En heel vriendelijk over het algemeen. Maar ja, dat moet natuurlijk wel. Als je zo klein bent, dan moet je niet een te grote mond hebben. Want dan wordt het al gauw tegen je gebruikt natuurlijk. Hij heeft in Oxford opgetreden, in Birmingham. Allerlei plaatsen is bekend dat hij daar is geweest. Is echt bekend ook in Engeland. Naar aanleiding van krantenartikelen. Er zijn heel veel tekeningen van hem gemaakt. Niet allemaal even goed, maar afgezien daarvan. Hij viel op. Dan vroeg hij aan de mensen, hebt gij wel eens eerder zo een klein mens gezien? En toen was natuurlijk het antwoord van de menigte, nee. En ja, goed, dan heb je je publiek al. Ja. En dat, ja, hij was vermakelijk natuurlijk. Dus het is een wonder dat hij er nog is. Precies, als hij één keer gevallen zou zijn, dan zou hij er niet meer geweest zijn. Simon is 39 jaar, als hij dan op de kermis in het Belgische Dendermonde optreedt. Maar daar krijgt hij ruzie met een Vlaamse dwerg en diens gevolg. De concurrentie vond het niet leuk en de impresario besloot toen om dronken kermisgangers hem met een laken te laten jonassen. En dat ging falikant verkeerd. Hij kwam, dodelijk getroffen op de keien neer en uiteindelijk is hij daaraan gestorven. Het stoffelijk overschot van Simon Paap wordt in een koffer terug naar Zandvoort vervoerd. En daar krijgt hij een graf in de hervormde kerk. Welkom. Goeiedag. Wim. Hallo. John. Maar een laatste rustplaats wordt hem niet gegund. En dit zijn de grafstenen. Oké. Maar daar ligt niet de grafsteen van Simon Paap. Jeanne Paap. Nee. 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 Helaas. Er gaan al snel na Simons begrafenis geruchten door het dorp dat zijn lichaam niet meer in het graf zou liggen. Het wordt opengemaakt, maar hij blijkt er toch in te liggen. Jaren later steekt het gerucht weer de kop op en dan blijkt het wel te kloppen. En men constateerde dat daar niet meer Simon Paap in het graf lag, maar een kind, een meisje, van dezelfde lengte, onbekend. Dus zijn lichaam? Zijn lichaam was weg. Ja, dat is dus een heel bizar verhaal. En je zou je vandaag de dag je daar ook niet voor kunnen stellen dat zoiets nog plaats zou kunnen vinden. Simons lichaam is waarschijnlijk opgegraven om te worden tentoongesteld in een rariteitenkabinet. En zijn familie is daar mogelijk mee akkoord gegaan. Ik denk dat bevolking die arm is, makkelijk te manipuleren is voor iemand die zo'n kabinet wil maken. Hè? Dus daar werd er dan ook bedragen voor geboden. Ja. Waar een familie geen nee tegen kon zeggen. En ik denk dan dat als dat een paar jaar daarvoor iemand begraven is, dat mensen dan toch denken van nou, laten we het geld nemen. En er is niemand die iets heeft gezien, niemand die iets heeft gezegd. Of het is allemaal in besloten groep afgesproken. Ja, in de doofpot. Maar dat is gissen. In geïsoleerde gemeenschappen waarin die klein zijn, kunnen geheimen soms ook heel goed bewaard blijven. En kunnen kleine groepen ook iets ondernemen. Dus ik denk dat dat op die manier dan toch gebeurd is. Ja. Iets wat niet het wereldlicht mocht zien. Duistere zaken. Ja, ja, ja. Ja. Niet iets om trots op te zijn. Niet echt, nee. Zijn grafsteen is lang geleden geschonken aan het Frans Hals Museum. Maar daar is het zoek geraakt. Waarschijnlijk omdat het toen niet goed is gearchiveerd. In de loop van de jaren is dat object, denken wij, voor zover wij hebben kunnen nagaan, ergens neergelegd. En het is niet goed gedocumenteerd waar die is neergelegd. We zijn nu met een database zijn we bezig. We zijn bezig met barcodering. Enfin, noem het maar op. Alles wordt heel goed vastgelegd. Maar voor die tijd was het heel vaak een kwestie van een conservator. En die wist het allemaal uit zijn hoofd. Als je iets nodig had, loop maar mee. Ik weet waar het op de plank ligt. Kwetsbaar systeem. Kwetsbaar systeem. Nou, en zo is het in heel veel musea is het dat het geval geweest. Wim heeft ontdekt dat het geraamte van Simon Paap in de verzameling van ene professor Hendricks terecht is gekomen. En in maart 1874 is het weer op een veiling verkocht aan een onbekende verzamelaar. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van de kleine Zandvoorter. Denk je dat hij nog ooit op zal duiken? Dat zou een wonder zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het stoffelijk overschot. Dat zou ook een wonder zijn. Dat zou wat ja, zijn. Ja, ja, ja.
Ja, en dan zou het toch wel weer interessant zijn om als gemeente Zandvoort om daar een beetje wat mee te doen. Ja, het is tenslotte toch een bekende Zandvoorter. Hier zouden we zeker aandacht aan moeten geven. We hebben hier in Zandvoort een straat met allemaal gedenkstenen van mensen die belangrijk zijn geweest voor Zandvoort. Maar deze persoon is natuurlijk ook belangrijk voor Zandvoort. Het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als er een klein standbeeldje zou komen. Een beeldje of waren grote dingen. En dan zou het leuk zijn hier voor het museum natuurlijk. Ja. Dan kunnen de mensen dan ook, als ze wat meer willen weten, kunnen ze daarvoor hier terecht. Ja. Dus dat zou zeker leuk zijn. Naast de twee andere beeldjes. Ja, want tenslotte is die ook een echte Zandvoorter. Ja.